Lekker wijf. Tering lekker wijf. Holy shit. Ja. Filmfans. Hey, wij zijn Jasper en Iman en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Idiots. Juist. We hebben 3 films dus deze week en dat zijn Storm, de Nederlandse film. Ron Goossens, hij is ook een Nederlands film, van Stefan en Flip. Low Budget Stuntman. Die. En we hebben Live By Night van Ben Affleck met Ben Affleck. Yes. Zullen we beginnen met Ron Goossens, Low Budget Stuntman. Even leuk om te kijken, de extended review met Bastiaan van Radio 1. Die staat op ons npo3.nl/movieidiots. Nog even kort, Iman, wat vond je van Ron Goossens Low Budget Stuntman? Nou, ik vond het eigenlijk gewoon een hele leuke film. Het is echt een leuke comedy. Hij is lekker grof, hij is realistisch. Ron Goossens als... Realistisch? Nou, realistisch. Realistischer dan New Kids. Sorry, dat zat in mijn hoofd. Okay. Ik dacht ook al, je kunt veel over zeggen, maar realistisch zou er nog niet weer het woord zijn wat ik zou hebben gekozen. In mijn hoofd had ik deze zin anders, maar hij is realistischer dan bijvoorbeeld een New Kids. Wat daar allemaal sketches zijn. En Ron Goossens voelt gewoon als een echt personage die gewoon heel leuk is om te volgen. En echt lekkere anti-held die allemaal foute shit doet. En al die acteurs eromheen, of tenminste in ieder geval de meeste, zijn gewoon heel erg leuk. Ron Goossens! Holy shit! Hetzelfde, behalve realistisch dus. Maar ik vond het ook gewoon een hele leuke film. Ik heb gewoon de hele tijd gelachen. En wat ik gewoon heel tof vind, is dat Stef en Flip echt gasten zijn die gewoon heel goed weten hoe ze film moeten maken. Ja. En hij is namelijk heel energiek geregisseerd. Het schakelt heel makkelijk tussen toon, zeg maar, van het ene moment. Van best wel dramatisch is het af en toe, soms best wel heel duister. Ja. En dat je echt denkt van, waar gaat dit heen? En toch weer terug naar grappig en plat en slim en dom. En het voelt toch allemaal als één wereld. Het voelt allemaal, in die wereld klopt het allemaal. En ze hebben gewoon een eigen wereldje gecreëerd. En dat vind ik gewoon heel vet. Het ziet er echt uit als film. Het ziet uit als een film. Dat is heel vaak bij Nederlandse... Zeg maar, heel veel Nederlandse films kun je zeggen... dat kun je ook wel op tv kijken. Ja. Zelfs Brimstone. Zou je op tv... Vind ik niet echt per se een bioscoopfilm. Maar dit is echt... Van het geluid en het lawaai en de snelheid van de shots. Dit is echt een bioscoopfilm. En je wil hem het liefst in een volle zaal zien. Lekker hard lachen. Om lekker foute grappen. Heerlijk. Het heeft die heerlijke foute muziek van, hoe heet die, Danny Christian. Heerlijke foute 80's vibe geeft. Push it to the limit. Er zitten dus super veel cameo's van BN'ers in. En die tonen allemaal heel veel zelfspot. En dat vond ik zo verfrissend. Dat zie je niet zo vaak in Nederlandse films. En dan wil ik even een lansje breken voor de 2 uitblinkers daarin. Dat waren Waldemar Torenstra, die zichzelf speelt als een soort van nare jock. Ja, die is echt goed. Met een trui over zijn schouder. En Chris Segers, waar ik gewoon... Chris Segers is echt niet de beste acteur van de wereld, maar hij gaat hiervoor. Hij gaat er helemaal voor. Keihard voor gegaan. Ja, daar heb ik echt van genoten. Dat is niet best. We vergeten er één. Bo Maarten, maar die speelt ook zichzelf. Lekker wijf. Tering lekker wijf. Holy shit. Ja, en strikt ook de kleren uit. En goede mensen die Wolven hebben gezien, die weten van... Oh yeah, I gotta see this shit. Onze eigen Bo Maarten. Als jij die Bo Maarten in bed krijgt, dan blijf ik bij jou. Wat is dan alweer voor... Hartjes. 2 hartjes voor Ron Goossens Low Budget met Stuntman. Ben nu al de beste Nederlandse film van het jaar. Live By Night dan maar. Met Ben Affleck. Door Ben Affleck. Dit is dan zo, weet je, ga je van het enthousiasme... Zo blij, weet je wel, zo enthousiast over de beste, misschien wel, misschien komt er nog wat hoor, maar de beste Nederlandse film van het jaar, Ron Goossens, moet je naar Ben Affleck en Live By Night. Zullen we dit anders gewoon heel kort houden? Zeggen, het gaat over dat Ben Affleck een gangster speelt, maar dat wil hij eigenlijk niet zijn, hij moet moeilijke keuzes maken. En voor de rest gaat het nog over 100 andere dingen. Ja. En de film heeft geen idee waar die echt over gaat. Nee. En het was saai. Ja. Just the money. I don't want to be a gangster. Stop kissing rings a long time ago. It no longer matters what you want. You're in this life. Het is veruit Ben Affleck's allerslechtste film als regisseur. Ja.
Maar ook een van zijn slechtste films als acteur. Ja, wat die man. Holy shit. En ik bedoel, hij heeft 3 hele goede films geregisseerd. En hij was de laatste tijd, had hij echt een beetje een comeback gemaakt. Maar dit had hij niet moeten doen. Nee. Nu is, nu zeg maar, ik vond de accountant al op het randje van, ik ben Ben Affleck moe. En nu ben ik over die grens. Nu ben ik Ben Affleck moe. En nu moet, moet ik hem ook een tijdje niet meer zien. Ik ben klaar met die man. En in onze lange review, die dus staat op www.npo3.nl/movieidiot, is er nog een hele leuke Kevin Costner theorie over Ben Affleck. Die moet je zeker even kijken. Dus ja. Check die even. We all find ourselves in lives we didn't expect. Repent. Ik geef hem een shit emoji. It sucks. It's really, really sucks. Ja. Ik geef hem ook een shit emoji. Oh, kunnen we dan door? Ja. Oh, thank god. Storm. Ja. Letters van vuur. Wat zeker niet de beste Nederlandse film van het jaar is. Oh, niet? Storm, Letters van vuur gaat over een jongetje in de tijd van Maarten Luther. Zijn vader heeft een boekdrukkerij. En zijn vader heeft een illegale brief van Luther aan het volk. Heeft hij gedrukt. Die vader wordt opgepakt. Het jongetje heeft die zeefdruk. Of nou, hoe noem je dat? Ja, dat zetsel. Dat zetsel waar die brief op staat. Heeft hij en moet op de vlucht. Ja, en zijn vader redden. Nou, dat. Maarten Luther? Waar is het? Opzij! Grijp die knecht! Speelt zich af in Antwerpen. Waar iedereen een perfect ABN-accent heeft. En de hoofdrolspeler heeft de hele film een hele irritante eyeliner op. Ja. Wat ontzettend afleidend is. Naast het feit dat hij niet kan acteren. En hij kan absoluut niet acteren. Maar dat kan ook zijn. Dat lijkt ook een beetje de trend in de film te zijn. Want niemand speelt goed in deze film. Maar niemand heeft ook echt zijn best gedaan in deze film. Iedereen heeft gewoon een pakje aangetrokken. Ja. En die dacht, nou, here we go. Hij was een inval. En nu zitten ze ook achter mij aan. We klinken nu heel erg negatief. En mijn persoonlijke ervaring was ook best wel negatief. Ja. Maar dit lijkt een film te zijn die een beetje gemaakt is voor schooltelevisie. Dat is het ook. Volgens mij is het gewoon eigenlijk, deze film wordt binnenkort in 6 stukjes gehakt. Elke week een aflevering. Die kijk je op vrijdagochtend in de klas. Klaar. Dan dus, is het is een geschiedenislesje. Maar dan is die misschien nog echt wel lekker om te kijken. Want dan heb je gewoon 20 minuutjes en denk je, nou, dat is wel prima. Ja. Cliffhangertje op het eind, dan ben je weer nieuwsgierig. Maar 1 uur en 40 minuten in de bioscoop, dat was wel een lange zit. Ja. Dus dit is zo'n film waar je als kind denk ik niet heen wil, maar heen moet met school. Wie is Martin Luther? Als filmliefhebber geef ik het een absolute shit emoji. Maar als voor een schooltv-film en een geschiedenislesje die je moet kijken, is het nog wel oké. Okay, smiley. Nee, hij is onderhoudend. Persoonlijk zou ik hem een shit emoji geven, maar voor wie die gemaakt is, zou ik denken, nou ja, daar moet ik me dan een beetje in verplaatsen. Dan is hij nog wel een smiley waard, al denk ik dat de kinderen tussen de 10 en de 12 voor die gemaakt hem ook echt saai gaan vinden. Ja. En voor ouders is het al helemaal een straf. Dus ga alsjeblieft gewoon naar iets anders toe. Er zaten wel een paar kleine kindjes bij in de zaal die ik verder niet heel erg gehoord heb. Alleen ze waren wel op sommige momenten waar ze steeds gingen ze eventjes met hun hand voor de projector. Ja, of heen en weer rennen. Gingen ze even rennen. Dus ze zaten niet vol verwondering in de film, volgens mij. De energie moest ergens anders naartoe. Ja, dus. Oké, dat was hem. Moonlight en Resident Evil, die houden die nog van ons te goed. En verder hebben we volgende week The Great Wall. Sleepless met Jamie Foxx. Ja. Dat is het. Monster Calls, is die ook volgende week? Ja, dat zou goed kunnen. Een Monster Calls. En, op het moment dat we dit nu... Dit is vrijdag. Ik was gisteren jarig. En ik neem me voor om dat elke dag even te zeggen. Ik heb het elke dag de laatste week moeten horen. Want iemand die wel enthousiast is voor zijn verjaardag. Ik vind dat iedereen enthousiast zou moeten zijn over zijn verjaardag. Oké, maar dan moet ik je eigenlijk ook feliciteren. Omdat je... Nee, dat heb ik gisteren al gedaan. Dat is in de geschiedenis. Ja, nee. Time loops. Verwarrend. Ja. Oké. Alright, maar iemand is dus jarig geweest. Oké. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog, duimpjes omlaag. Laat je reactie onder in de comments. En abonneren, mensen. Abonneren. Dikke doei.